Zo! Dus dit is nou hotnieuws.nl? Ja, het bestaat echt. Ja, blijkbaar. Wat kom je doen? Het begint een beetje routine te worden zo langzamerhand. Wat bedoel je? Hier zo. Vals. De eigenaar van de tweewielenwinkel kwam dat op bureau langsbrengen. Iemand van hotnieuws.nl wilde daar zijn scooter laten repareren. Dus, wie van jullie kleuters heeft geprobeerd met het geld te betalen? Ik weet nergens van. Ik ook niet, man. Nee, man, natuurlijk niet, joh. Nog steeds een grote mond, hè? Jullie zitten behoorlijk in de shit, jongens. Dit is genoeg om jullie te laten arresteren. Ik heb ermee betaald. Kijk eens aan. Maar ik wist niet dat het vals was. Nee. Nou, leg dan in ieder geval maar even uit hoe je aan het geld gekomen bent. Dat weet ik niet. Laat me je helpen. Het komt uit de kleine kas van hotnieuws.nl. Diezelfde kas waar ook het geld vandaan kwam waarmee jullie bij dat wegrestaurantje hebben geprobeerd te betalen. Nee, het was mijn eigen geld. Dat wil zeggen, ik heb het. Wat wil je nou eigenlijk? Moeten we nou mee naar het bureau? Wow, 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 wow. Laat die dame even uitpraten, joh. Je zei. Nou, moeten we nou mee of niet? Jullie willen nou toch niet je vriendinnetje hier voorop laten draaien, jongens? Ik wist niet dat jullie zo laf waren. Zeg, heb je verder nog wat? Want ik heb zo een afspraak. Je hoort er wel van, hè? Zo stom ik met dat geld op betaald. Ach, gebeurd is gebeurd. Ja, en wat doen we als jullie echt worden gearresteerd? Nou, de waarheid vertellen. Ook al gelooft hij dan niets van. Nou, misschien moeten we dat nu meteen doen. Hey, hij heeft ons niet gearresteerd, oké? Okay? Ja, hey, wow, oké. Okay. Dat is die gast. Wie? Ja, die gast van wie we die portemonnee hebben met dat geld. Ja. Ja. Die Arno? Ja. Oké, wacht even, ja? Weet je dat zeker? Ja! Denk je dat hij jou herkent? Ja, ik denk het wel. Hij heeft kilometers achter me aangerend. Oké, en wat doen we nou? Kijk, dat zijn drie kratten. Ga jij maar solliciteren. Jij heeft die nooit gezien. Ja, kom op, hé. Ik wacht hier op je. Oké. Doe je best, hè? Bedankt. Weet je wat ik nou niet helemaal snap? Waarom jullie mij niet gewoon vertellen hoe je aan het geld komt? Dat heb ik al gezegd. Weet je? Ik heb ook een paar briefjes in mijn portemonnee. Echte, dan wel te verstaan. En ik weet precies hoe ik eraan gekomen ben. Eentje heb ik gepint. En die andere twee heb ik gekregen bij de supermarkt waar ik toevallig boodschap heb gedaan. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Nou ben jij aan de beurt. Ik ben niet bij die tweewielerzaak geweest. Nee, maar je vriendinnetje wel. En hoe is zij nou aan haar geld gekomen? En ga me nou niet zeggen dat ik het aan haar moet vragen. Deze sport is bedoeld om karakter te kweken, maar dat gaat voor jou blijkbaar niet op. Ik heb geen geld vervalst en mijn vrienden ook niet. Oké, wie heeft het je dan gegeven? Bij dat attractiepark op die dag hebben we wisselgeld teruggekregen. Vals geld. Net als al die mensen bij het Hard Rock Festival. Ik geloof je niet. Ja, het is de waarheid. Ik geloof je niet. En weet je waarom ik jou niet geloof? Omdat jij nooit 400 euro wisselgeld hebt gekregen bij dat attractiepark. Terwijl die barman wel bij hoge laag beweert dat jullie hem vals geld gegeven hebben. En niet andersom. Weet jij wat de maximumstraf is voor valsmunterij? 9 jaar, jongen. 9 jaar. Weet je hoe lang dat is? Reken eens uit. Dat is ongeveer de helft van je leven tot nu toe. Ik ben geen valse munter. Toen een jaar of 2 in een café achter de bar gestaan en ook nog een jaar of 1,5 in... Je zou toch een vriendinnetje van je meenemen? Ja, ze kon iets anders gaan doen. Nou, ik heb je eigenlijk alleen nodig voor het sjaalwerk. Dat kan ik ook. Heb je rijbewijs? Ja,
En ik ben ook gewend om in busjes te rijden en zo. Kan je morgen beginnen? Morgen pas? Ja. Nou, ik denk dat ik het met je ga proberen. Als je hier morgen om 8 uur kan zijn aan de achterkant, komt het goed verder. Oké. Ah, kunst. Met zo'n plat hoofd kan ik het ook. Wat zijn jullie nou weer aan het doen? Trainen. Hoe ging het? Nou, Daniel is aangenomen. Een oude bekende van ons. Door hem? Ja, Maya heeft hem flink op zijn arm geraakt en nou ben ik aangenomen om het showwerk voor hem te doen. Wat zeg? Heb je een andere baan gevonden? Nee, ik ga undercover werken. Oh, waar? Drankenhandel De Koning. Die verzorgen het eten en drinken voor dat festival. Festival? Waar dat valse geld op dook. Oh, dus er zit schot in de zaak. Hé, maar dat betekent toch niet dat we de rest van de site laten verslonsen, hè? Toch? Alsjeblieft. Nieuwe scholengids. Kev? Uitzoeken welke school het beste is. Lijkt me echt iets voor jou. Trappen, trappen. Hella, die vindt dat ik het bij de tandarts moet laten doen. Maar volgens mij werken wij dus net zo goed, hoor. Wat denk jij? Ik denk dat jij een beetje vergeten bent waarom je daar naartoe bent gegaan. Lorraine? Uitzoeken wat er met Lorraine is? Ja, dat heb ik toch aan Hella gevraagd, maar ze wilde er niet over praten. Dus, toen heb jij natuurlijk door zitten vragen. Volgens mij heeft ze helemaal niets met Lorraine te maken. Die kan daar toch ook gewoon weggegaan zijn zonder iets te laten weten verder. Ja, wat? Moet ik soms alle kasten gaan doorzoeken of zo? Ja. Misschien moet je dat doen. Doe je tenminste iets. Dus ik doe niets? Jij wordt nogal in beslag genomen door die complimentjes van Hella. Ja, die complimentjes die jij niet kreeg, bedoel je? Daar heeft dit toch helemaal niks mee te maken? Oh nee, weet je dat wel zeker? Ja. Ik wil Lorraine vinden. Dat is wat ik belangrijk vind. Ja, en ik ben er aangenomen en jij niet. Dus doen we het op mijn manier. En misschien is er wel helemaal niets over Lorraine te vinden. Die vrouw is niet te vertrouwen en jij laat je helemaal inpakken door dat enge mens. Gaat alles goed hier? Prima. Mooi. Dat wou ik alleen even weten. Hi, lieverd. Hallo. Hey. Is er iets met je? Nee hoor, niks. Hey, als je voor mij werkt, dan moet je me wel alles vertellen, hè? Zorgen maken het mooiste gezichtje lelijk. Hm? En ik zal er alles aan doen om jou te helpen waar jij ook mee zit. Nou, ik had een beetje ruzie met een vriendin. Ach, met vriendinnen moet je af en toe ruzie kunnen maken. Waar ging het over? Oh, het ging over iets stoms. Wie er van ons wittere tanden had. En? Ja, ik natuurlijk. Nou, waarom stuur je er niet eens langs? Kan kijken of je gelijk hebt. Oh, nou, ik denk niet dat ze je type is, hoor. Nou, jij bent in ieder geval wel mijn type. En niet alleen mijn type, want ik heb iets om jou op te vrolijken. Ik heb een opdracht voor je. Een opdracht? Ja, van een mega groot warenhuis. Ze hebben een eigen cosmetica-lijn. Ze zoeken een nieuw gezicht. En dat nieuwe gezicht, dat ben jij. Goed. Ja. U weer. Ik weer. Ik ging eigenlijk net naar huis. Jij gaat helemaal niet naar huis. Je bent gearresteerd.